Hallo, mijn naam is Esther Sterrenburg en ik ben werkzaam als huisarts in Leeds. U krijgt binnenkort van de NHS een uitnodiging voor uw COVID-19 vaccinatie. De vaccinatie wordt als eerste aangeboden aan inwoners met een hoger risico, inclusief 80-jarigen en ouder. Neemt u alsjeblieft dit aanbod aan. Het vaccin zal ervoor zorgen dat u minder kans heeft om COVID-19 te krijgen. Wees ervan overtuigd dat de NHS contact met u opneemt wanneer u aan de beurt bent. U krijgt dan ook alle noodzakelijke informatie en wat het voor u betekent. U hoeft dus niet contact op te nemen met de huisarts. Het vaccin is veilig en heeft alle controles en testen doorstaan, zoals bij alle erkende geneesmiddelen noodzakelijk is. Bij studies waarbij meer dan 20.000 mensen gevolgd zijn, blijkt het vaccin effectief en veilig te zijn. Ook zijn er geen ernstige complicaties of ernstige bijwerkingen gerapporteerd. Het vaccin bestaat uit 2 doses. U heeft dan ook 2 keer een vaccinatie nodig om de beste bescherming tegen COVID te krijgen. Zoals bij alle geneesmiddelen kan deze vaccinatie bij een klein aantal mensen milde en tijdelijke bijwerkingen veroorzaken. U kunt denken aan vermoeidheid, hoofdpijn, algemene klachten of lichte griepverschijnselen. Wat stijfheid in uw arm, waar de injectie is geplaatst, is ook mogelijk. Op dit moment weten we nog niet of het vaccin ervoor zorgt dat u geen COVID-19 meer kunt oplopen of iemand anders kunt besmetten. Daarom blijft het heel belangrijk om de lokale voorgeschreven maatregelen te blijven volgen. Bescherm uw medemens door afstand te houden, een mondkapje te dragen, vaak uw handen minstens 20 seconden te wassen en door de actuele regels van de overheid te volgen. Laat u alsjeblieft vaccineren. Vaccinatie is de beste mogelijkheid om het coronavirus onder controle te krijgen en weer een kans om terug te keren naar een normaal leven. Dank u wel.